Goedemorgen, Hans. Frek, het is net middag. Ja, het middag. Ja. Gelukkig heeft Ajax Wout Weghorst. Nou, gelukkig hebben ze hem nog, ja. Maar ja, het is, hij was eigenlijk geblesseerd. Hij zou eigenlijk niet spelen. Maar die jongen zit vol drive, dus ja, prima. Dit is denk ik precies de rol waarvoor hij gehaald is, hè? Nou, ik denk ook dat hij in zijn rol in de laatste half uur kan hij knallen. Dus als de tegenstander zeg maar een beetje half knockdown is, dan gooit hij zijn gewicht erin. Hij veroverde zelf die bal, hè, met de tweede goal. Hè? Dat ja. Hij die zeg maar die assist op Ekpom. Assist op Ekpom. Dan verovert hij de bal, hè, met zijn lichaam. Die gasten waren kapot. En toen die Ekpom geeft hij die bal fantastisch in een steek mee. En die Ekpom, ja, moet ik eventjes tussen haakjes zeggen, die viel ook fantastisch in. Veroorzaakt ten eerste een hele goede strafschop. En dan maakt gewoon de derde goal voor de... Hij krijgt één kans, hè, voor de goal, hè. Ja. Meteen door de beentjes bij de keeper, hè. Ja. Kijk, het is toch jammer dat Brobbey dat net die mazzel niet heeft. Denk jij ook dat Brobbey de enige speler was die gisteren misschien een beetje met de pest in zijn lijf naar de kleedkamer ging? Nou, wat je in hem ziet, dat het, de gedrevenheid is er echt wel bij hem. En hij wil echt presteren. Maar het zit hem gewoon niet mee in de discipline die hij zelf heeft. Hij is te overmoedig, te overhaastig. Hij blijft te lang in een tegenstander hangen om die bal te kunnen ontvangen. Maar het is net een judo-wedstrijd voor de jongen. Het is ongelooflijk. Ik denk dat je shirtje vier maten groter is geworden wat er aan hem wordt getrokken. Gisteren speelt Ajax eigenlijk lange tijd een vrij zorgeloze wedstrijd. Maar uiteindelijk brengen ze zichzelf gigantisch in de problemen. Nou, we hebben dus gezien dat meneer Sutalo, het is gewoon een eerste klas voetballer. Hij kan bij Kroatië in het nationale team spelen. Maar ik heb hem nou 3-4 wedstrijden achter elkaar gezien. De eerste twee wedstrijden begon hij fantastisch goed. A la Stam voetbalt hij dan. Gewoon bal hebben, inleveren. Klaar. Maar hij denkt dat hij de Messi van Ajax achterhoede is. Dat hij denkt, ik ga even 2-3 man passeren. De man beseft niet dat hij geen rugdekking heeft. Heb je wel het idee dat Ajax in zijn totaliteit stappen aan het maken is? De club is geen stap aan het zetten. Nee? Hij is toch verschrikkelijk? Je moet gisteren bijna verliezen. Ja, dat is waar. En uit Go Ahead alweer vergeten. En uit NAC vergeten. Nou, je maakt echt geen stap, hoor. RKC dat je de laatste 10 minuten weer moet wisselen om te winnen. Nou, spijt me, hoor. Vroeger, een paar jaar geleden, werd het allemaal opgerold met 5-6-0. Het vertrouwen, als ik zo hoor, is bij jou dus nog niet heel groot dat het dit seizoen beter zal gaan eindigen dan afgelopen jaar. Nee, je hebt nog niet tegen Feyenoord of PSV gespeeld. Dan kan ik pas zeggen wat is goed en wat is slecht. We hebben nog niet FC Twente gehad. Nee. Dat zijn allemaal topclubs. We hebben de onderste regionen gehad. Ja, daarom komt er nu wel een maand aan die veel gaat uitwijzen, hè? Met en Feyenoord en PSV. Juist. En dan kan ik zeggen, je bent op de goede weg. Want als je tegen PSV gelijk speelt, is voor Ajax dan een overwinning. En als je tegen Feyenoord goed speelt, denk ik dat je daarvan kan winnen. Als je dan goed speelt. Ja. Dat zijn clubs, daar kan je je aan meten. Die doen het Europees ook goed. Zijn Europees ook heel sterk. Want PSV, laten we eerlijk wezen, heeft goed gespeeld. Ja. Wordt de maand van de waarheid dan? Ja, en FC Twente heb goed gespeeld. En Feyenoord heb ook goed gespeeld uit. Bij Girona. Uit, is niet, geen verkeerde tegenstander. Hè? Ja, na deze maand kunnen we dan denk ik wat beter de balans opmaken. Van hoe Ajax er nou echt voor staat. Na deze maand gaan we weer goed verder praten. Nu kan ik alleen maar de zwakheden van Ajax opnoemen. En het is gewoon zo. Het is jammer dat Berghuis geblesseerd is. Ik denk dat hij op de 10 fantastisch had gedoeleerd. Nou, dan zou ik zeggen dat het over 2 weken gaat.